Kijk, we zijn hier tegen de nieuwe aflevering van Unbox. We gaan vandaag even verder hier aan. En we gaan proberen om deze stem te krijgen. Turn the power back on. Dat kunnen we inderdaad gaan doen. Met de wildcards. Hurry, newbie. Ping, 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 plunk. Dus even zien. Oh, een beetje jumpen. Maar dan kan ik misschien niet doorheen. Even kijken. We moeten daar naar boven. Maar dat iets gaat doen. Kijk. I got a checkpoint. Oh, daar kan ik dus niet in. Oh, goed. Nou, dat is dus één. Die open is. Aan de andere kant daar. Checkpoint achieved. Even kijken, welke kant was het op zich? Oh, random checkpoint erdoor. Zit deze kant. Ik had geen zin om te wachten daar. Hoe hoog gaat deze? Zo, how is everything going? Oh, dat was random. Dan zou ik daar niet aankomen. Oké, okay. Open the gate. And don't cut my box. Hey, wacht, daar is TNT. Die deur mag nog, moet nog open, zo te zien. Oh, dat is zo'n box van Merrick. Die dozen zijn echt verschrikkelijk. Die hem ooit bedacht heeft, ontslaan die gast. Challenge completed. Great work. The power plant up and running. GPS can get back to work. Here is a stamp. Thank you. 8 more to go. And look, a new cosmetic. Niet anders meer hier? Jawel, nog één iemand. Volgens mij. Helemaal daar boven op die berg. Dat ik zo ook kan jumpen, uiteindelijk. Wat meer boxes weer bij elkaar sprokkelen. Dat is die checkpoint daarboven. Zo jump ik dus de bult op. In plaats van stuiteren. Power on, scanning, newbie detected. Welcome to Parcel Peaks. Isn't the weather cold? Aha, that was enjoyable. Small fog. Tell me, newbie. How are you power levels? Oké. Ik ga niet alles voorlezen. Accept. Challenge accepted. Oké, ik moet dus iets carryen. Destination is maar 300 meter. Alleen ik moet wel verplicht deze paden zo afleggen. Oké, okay, en hoe moet ik dit dan uiteindelijk gaan doen? Oh, zo dus. Did it. Hier bovenop komen en dan kan ik heel mooi wat hoger gaan springen. Daar is dat checkpoint. Ook erg netjes uitgelijnd met elkaar. Dat is ook gewoon speciaal zo geprogrammeerd. Oké, okay, dan probeer je iets op mij te gaan schieten. Danger. Maar die danger vond ik op zich nog best wel meevallen.
Checkpoint. Hop. Hop. Oh wacht, ik ben de ijskubus. Ik moet even resetten. Dan moet ik dat een heel stuk opnieuw gaan doen. Of zat ik nu weer vast? Boom, allemaal confetti. Oké, okay, we gaan weer voor nog meer confetti. Ik ben echt noob. Noobie. Oké, okay, rolling up. Upwards. Dit is op zich niet zo heel erg handig. Boom. Dus als ik dat die ijsstraal pak, dat is eigenlijk een soort ijsblokje. Dat is op zich niet zo heel erg handig. Dus moet ik even een keer op gaan wachten. Ijsblokje worden is dus echt verschrikkelijk. Oh, ja, gewoon precies wat ik zeg, dat is verschrikkelijk. Word ik eens een ijsblokje. Of gewoon misspringen is wel gewoon verschrikkelijk. Het is gewoon echt niet zo heel ver meer, maar... Alhoewel. Niet zo heel erg ver. Komt wel steeds dichterbij. Dan hebben we eigenlijk weer een heel klein stukje verder. Dus ja, checkpoint. De platform swings. De platform swings. 100... 90 meter. Never mind. Dit wordt wel een hele lange meter zo. Boom. Want een retravel. Ja. Checkpoint. Ik kom wel steeds dichterbij. Dat is het, goede, dat is het enige voordeel wat ik heb. Goeie nieuws. Checkpoint. Up and jump. En verder omhoog. Hop. Wat waarschijnlijk niet voor niets een warning sign. Just a little bit further. Gewoon echt helemaal daarboven. Hier is een checkpoint. Dit maakt op zich wel een heel stuk makkelijker al. Dat is één ding wat zeker is. Going upstairs. Yay, I did it. Challenge completed. Take the peek. Ah. Are you happy now? Nou, there you are. Powering off. Waarom spring je dan nog steeds? Logix van dozen. Nee, ik doe de volgende even in. Ja, is die klein. Powering off. Is iets anders ook heel erg dichtbij? Dan gaan we weer terug naar het vorige eiland. Kan dit me wel een handje helpen? Ik kan een doosje afschieten zo. Dan ben ik er weer. In het vakantieresort. Waar ik best wel snel en makkelijk meters maken. Ik zit daar helemaal boven dus. Oké, dat is great to know. Thank you, thank you. Hey, die heb ik nodig, die heb ik nodig, die heb ik ook nodig. Klein beetje golden tape. Kan nog geen kwaad. Checkpoint. Hey, ja, superhero. Hij heet Superbox. It's Newbie.
Oké, we gaan zien wat het gaat worden. Hoe het vuurwerk ziet op die kratten. Oké, dan. Al een heel tijdje geleden. Wacht, was met F toch? Nou, hoe werkt dit ook eens weer? Boom. Wait a minute. Ik wil gewoon een klein beetje uitleg. Overal en nergens. Ja, daar kan ik zelf als een raketje naar beneden donderen. Dat was ik zelf dus een blokje ijs geworden. Dat is ook niet altijd handig. Oké, dit ga ik dus echt nog niet halen nu. Ik ga denk ik wel wat closer komen. Ik weet wat de bedoeling is. Echt, daar houdt het echt gewoon bij op. Moet ik iets aan mijzelf hangen. Hoe kunnen ze die dingen nou überhaupt schieten? Boom. Oké, het is in principe dus wel mogelijk. Oké, het is mogelijk. Try I can. Ik heb in het begin uit heel veel tijd vernacheld. En heb verpest. Hij is vernacheld zoals dialect voor mij zelfs. Dus eigenlijk heb ik in het begin dus maar eentje. Ik heb dus door naar deze. Daarna moet ik zo snel mogelijk deze pakken. En dan hier naartoe terugspringen. Vervolgens deze te moeten kunnen pakken. Vervolgens door te springen voor deze hier. Oké, dat helpt ook niet echt mee, die. Dat is boom. Een beetje lastig dit. Nog gewicht aan je enkels. Maar ik kan hem op zich halen. At the moment. Alles. Everything is possible. Ook fijn dat ik echt gewoon een beetje het glitchje ben. Hoppa. Waar zitten die targets nog dan? Oké, ik wist niet waar die targets zaten. Ik ga nog één keertje proberen deze episode. Ik heb ook een bug gevonden in deze game. Hij speelt net niet op volledig scherm. Echt één pixeltje of zoiets is dat. Echt maar om praten. Oké, dit is echt verschrikkelijk. Hoppa. Nou, hier naartoe. Nou, blaas ik ook zichzelf op of zo? Is dat nou goed? Ik heb echt een flauw idee.
Maar in ieder geval, ik moet vaker dat vuurwerk zien te vinden. Die blauwe kratjes. Ik heb er nog meer dan van de eerste poging. In deze tijd. Maar die sloopkogel. Die kost echt ziek veel tijd. Die zo te zien is al weg. Ik denk iedere keer op dezelfde plaats. Dat ook nog eens een keer niet. Dat is heel handig om de plaats te hebben. Boven staat er nog één. Oh, challenge completed. Ik dacht, waarom kon ik ineens niks meer? Maar in ieder geval, laat een like achter, kun je niet abonneren. En tot de volgende keer. Zodra ik mijn stamp binnen heb. Cheers.